Eigenlijk kan ik kort zijn over de liefde in mijn leven. Omdat ik de man van mijn keuze niet kon krijgen, ben ik nooit getrouwd. Maar toch was er altijd de hunkering en het verlangen naar de ware liefde. In 1942 durfde ik voor Jules Dreyse de erotische tekst van Panier au Talon d'Or op muziek te zetten. Ik dans voor hem in een doorzichtig gewaad. In je fantasie is immers alles mogelijk. Hoe naïef kon je zijn? Later schreef ik in een melancholische bui boven het tweede deel van mijn vioolsonaten. El libro de sus memorias tendrá una hoja para mí. Zal er in het boek van zijn herinneringen een pagina zijn voor mij? Dans la salle en rumeur, un silence a passé. Panier au talon d'or d'avance pour danser. Un voile à mille plis la cache tout entière. D'argent, la flûte, la première, l'invite.
le silence entrecroise ses pas et de longs mouvements imprimés par ses bras donnent une rythme bizarre à l'étoffe nombreuse qui s'élargit, s'ondule, se jonfle, se creuse, se déploie enfin un large tourbillon. Panir devient fleur, flamme, papillon. Tous se taisent, les yeux la suivent en extase. Peu à peu la fureur de la danse l'embrase. Elle tourne, vite, plus vite encore. La flamme éperdument vacille au flambeau d'or. Au milieu de la salle et le voile qui tourne autour d'elle en spirale suspendu dans sa course apaise ses longs plis et se collant au sein aigu et aux flammes polies comme à travers une soyeuse et continue. Dans un divin